Malta, die kunnen dan niet meer terug de zee in of zo. Of terug de rivier in, omdat de delta daartussen staat. Zij willen terug naar de oceaan om eieren te leggen. En daarover hebben we een oplossing gevonden, namelijk dit. Dit is de sluis en de buis zit dus in de sluis dan. En dan kun je je voorstellen dat hierboven een grasveldje is of een dam. En met een zonnepaneel. Ja. Als een vis via de delta, van de delta naar de zee wil, dan gaat deze open, die dicht. Zodat de zoete water en de zoute water niet mixen. Als er een hele zeldzame vis is, kunt deze robot een foto ervan nemen en naar de onderzoeker sturen. Met een app, Fishfinder, daarmee kan je tegen de robot zeggen, ja, jij gaat nu naar deze buis om te kijken of er een hele zeldzame vis erin zit. Heel leuk. Ja, als dit school zou zijn. En ik vond het ook leuk dat er zo'n kit bij hoort. Waarbij ja, je deze lampjes, motors mag gebruiken. Hou het water schoon, dames en heren. Kinderen. Scherm de natuur. Iedereen kunt uitvinden van alle leeftijd. Het maakt niet uit welke leeftijd.